Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Vandaag in deze video gaan we de Explore Dream Discover thema's doen voor het sterrenbeeld stier. En dus zoals je misschien al gezien hebt in de video's van vorige week, iets langer geleden, gaan we die drie thema's gaan bekijken. We gaan kijken van oké, wat is dat we nog gaan verder ervaren, ontdekken. Dus dat is het explore-stuk. De komende 3 maanden, dus tot het einde van het jaar. Dan, wat zijn de schaduwen die eigenlijk ervoor zorgen dat we onze dromen nog niet hebben bereikt? Waardoor dat we die nog niet volledig hebben ontvangen. Dus waarom dat ze nog niet volledig gemanifesteerd zijn in het fysieke. En dan discover, wat is hetgeen dat je nog meer gaat ervaren? Zoals altijd laat ik mij ook altijd gewoon leiden door de kaarten en door mijn team. Zodanig dat zij kunnen tonen wat dat is dat ik moet zeggen, wat ik mag doorgeven, wat dat belangrijk is om te weten. Want zij weten ook wie dat er naar deze video's gaat kijken. Ik niet. En dan gaan we beginnen. Dan gaan we 3 kaarten die ons meer gaan vertellen over het explore-thema van voor de stier. En dan krijgen we de Medical 3. Oh, wauw. Oeh. En de onderkant is de Nine of Challenges, dus emotionele vervulling, dus zonder los van iemand anders, dus niet dat je via iemand anders of via een externe bron. En het stuk waarin dat je meer leert meester worden over jouw gedachten. En het opvallende is dat de orbs, dus de gedachten, mentale, die zijn niet uit de kaarten gekomen. Maar dat is wel de onderliggende les, dat je eigenlijk als stier, dat je een aardeteken is, eigenlijk nog meer gaat gaan leren. Maar het is wel uitgekomen Eight of Challenges, dus dat zijn de emoties. De Ten of Crystals, dat is verbonden met het aardelement. En de Ace of Flames. Flames verbonden met het vuurelement. Nu, de boodschap dat ik hier heel hard in voel, is dat je door net je gedachten een stukje aan de kant te schuiven en los te laten, dat je gaat kunnen weglopen van de dingen die eigenlijk niet meer jou die vervulling brengen, die niet meer bij jou passen. En je ziet het hier misschien niet goed, maar je ziet dat die ene bekers meer licht geven of meer gevuld lijken te zijn dan anderen. En dat is eigenlijk wat de Eight of Challenges ons ook wel zeggen over gaat. Dat we weglopen van al de dingen, dus dat we eigenlijk geen energie en geen. Dat we niet meegaan in het drama dat niet van ons is. Zo zou ik het eigenlijk heel simpel kunnen uitleggen. En net door dat te gaan doen, en dus door heel bewust om te gaan met wat dat er jou wel nog gaat dienen. Dus wat, door hier weg te lopen van wat dat er niet meer is, richting de zee, waar dat misschien jou wel nog die vervulling brengt. Dat is eigenlijk de stap naar het creëren van die Ten of Crystals. En de Ten of Crystals is eigenlijk de kaart die verwijst naar onafhankelijkheid op elk vlak, vrijheid op elk vlak, overvloed op elk vlak. Als je een eigen onderneming hebt, dat daar ik ook alles stroomt. En dat je eigenlijk een stabiele basis hebt voor het manifesteren van je dromen. En dat is het mooie dat we dan eigenlijk die Ace of Flames zien, want die Ace of Flames is eigenlijk een nieuw personeel begin. Waarom? Omdat je uiteindelijk gaat merken, dus ga je nog verder meer gaan ontdekken, dat hoe meer je dat gaat doen, ga weg afstand nemen van de dingen die je niet meer dient, kiest voor je, wacht, ik moet zien dat ik de juiste kaart heb, kiest voor je instabiliteit, dat je dan eigenlijk die nieuwe passie die in jezelf zit, meer gaat kunnen gaan laten ontvlammen. En dat dan weer eigenlijk de drijfveer is om nog meer stabiliteit, nog meer overvloed en zo weer te gaan creëren, dat nog meer zekerheid gaat brengen om nog van dingen weg te lopen. En we zien waar dat de andere tarotkaarten daar nog aan toe te voegen hebben. Ja, zeker onmiddellijk al. Succes. Het volgen van je eigen passie, je eigen licht. Want als je kijkt naar die kaart hier ook. Dan zie je dat ze niet alleen hier dus haar kristallen op een rijtje heeft, maar ook daarvan binnen in die soort van tempelachtig, liggen er eigenlijk ook heel veel kristallen. En die kristallen zijn eigenlijk een soort van als appeltje voor de dorst. Je ziet daar ook een pauw. Misschien dat dat voor iemand een teken is.
Nu zelf kreeg ik daar geen boodschap bij door, maar voor degenen die daar zich toe geroepen voelen, kan dat wel zijn. Wat is het, vind je? Ik ga dan eventjes mijn kat buiten laten wachten. Deur open doen kan het nog niet. Zo makkelijk. Ah, laat eens te zien. Maar de deur gaat van buiten naar binnen open, dus dat lukt nog niet voor haar. Dus, wat hebben we nog extra voor de stieren? Misschien is dat ook weer een signaal voor een aantal mensen. Dat je moet anders gaan kijken naar waar je mee bezig bent, wat je wilt manifesteren. Want dat de deur misschien aan de andere kant open gaat dan waar je het zelf denkt dat het open gaat. En nog één kaart. Hoppakee. Oeh, de Sphinx. Einde van die lasten. Die Queen of Pentacles. Omgekeerd. Seven of Wands omgekeerd. En de Knight of Pentacles. En we zien wel hier ook weer. Knight of de Negen. Dus de Negen van Wanten. Ook weer die Ace of Swords. Ze zijn dezelfde als deze. En de Fool kaart. Dus het is heel belangrijk. Oké, en wat ligt er dus aan de andere kant? Wat is de onderliggende, de rode draad eigenlijk? Dus die nu nog niet onmiddellijk zou manifesteren, maar die wel komt, die wel op je pad ligt. Dat zijn eigenlijk Four of Wands. Four of Wands is zeker bij tweelingvlammen of diepe zielsconnecties. Het teken van eenheid in die connecties. Het samenkomen in die connectie. En daarbij kreeg ik ook nog een keer die Six of Cups. Dat is ook weer een verwijzing naar een oude connectie. Dus eigenlijk een connectie die ouder is dan wat dat jij hier nu in het aardse kent. En dus, wat kregen we verder nog meer? Het is belangrijk om te focussen op het fysiek. Ja, het fysieke. Zeker als het aardteken is het belangrijk om daarop te focussen. Dat is eigenlijk jouw zonteken. Stier is aarde, is jouw zonteken. Maar vergeet niet om de passie in jezelf ook te gaan volgen. En de richtingen dat je passie stuurt, om die te gaan volgen. Want net dat, wat je dus nu nog te weinig doet, dat zorgt ervoor dat je ook nog niet volledig die financiële stabiliteit hebt. Nog niet volledig de stabiliteit hebt op elk vlak in de materie. Dat dat nog allemaal wankel is. Waarom? Omdat je eigenlijk nog te vaak het volgen van jouw passie. Dat put eigenlijk jou nog te veel uit. Want aarde en vuur, wanneer dat vuur heel hard brandt en je gooit daar aarde op, dan kan je dat vuur eigenlijk doven. En dus dat is hetgeen waar je iets heel hard moet op letten: dat je eigenlijk niet te veel gefocust bent op de 3D-stukken, op de materiële stukken, om als leiding te gebruiken voor de keuzes die je wilt maken. Maar focus veel liever op deze kaart. Wat brengt jou vervulling? Wat laat je goed voelen? En dan dat gaat ervoor zorgen dat je dan uiteindelijk die Queen of Pentacles kan worden. Dat je inderdaad dan die eenheid in jezelf gaat gevoelen en van daaruit die stabiliteit op elk vlak in je leven kan gaan vormgeven. En de laatste kaart hiervan dat we gekregen hebben was de Tarotkaart. De Sphinxkaart. Dat is een extra kaart in dit deck. En die staat ook weer voor die hergeboorte, het doodgaan van je oude zelf, van je ego zelf, niet van je ego, maar dus eigenlijk van de identiteit en de rollen die je aangenomen hebt, dat je die allemaal één voor één kan gaan neerleggen, loslaten, achter jou laten, en zodanig dat je eigenlijk vanuit een nieuwe start, vanuit een nieuwe ontvlamming van je passie, in die nieuwe versie. Ik gebruik zelfs niet graag nieuwe versie, omdat het eigenlijk gaat over onze blauwdruk, over hoe dat we bedoeld zijn te zijn, los van alle conditioneringen. En dus hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je in staat gaat zijn om als die authentieke versie van jezelf in het leven te staan, op elk vlak, in elke situatie, op elk moment. En dat gaat ervoor zorgen dat die stroom, dus dat die fuel, die passie, die vlam in jou eigenlijk de welvaart en overvloed en onvoorwaardelijke liefde in leven gaat gaan creëren. Dus dat zijn de dingen die je de komende 3 maanden nog meer gaat gaan ervaren en meer dingen rond gaat gaan leren. Dan hebben we het stukje droom.
Daarvoor gebruiken we deze kaarten. Wat gaan we onze stieren de komende 3 maanden, of wat mogen ze meer weten, zodanig dat ze hun dromen dichter bij elkaar kunnen brengen? Wat is het dat onze stieren mogen weten? Wat zijn de schaduwen waar ze nog meer helderheid mogen ontvangen? Oeps. Oké. Wat hebben we? Harmony, Chariot, dus ding. En dan twee die ondersteboven liggen. En dat is code en, laat me zien, vibratie. Oké. De grootste reden waarom dat je op dit moment nog een aantal dromen niet hebt gemanifesteerd, is eigenlijk omdat je de brug nog niet gemaakt hebt tussen het manifesteren van iets en je gemoedstoestand. Dus dat eigenlijk het proces van manifesteren nog niet volledig in de kern vat, nog niet volledig in de kern vertrouwt. En daar gaan we je op weg inzetten. Dus wat is het belangrijkste bij manifesteren, is dat je natuurlijk eerst de intentie zet. Dat is hetgeen dat ik wil manifesteren, of iets beter, iets hoger voor mijn hoogste goed. En dan, het enige dat je eigenlijk elke dag moet gaan doen, is focussen op joy. Want joy, geluk, vreugde, liefde, dat zijn de hoogtrillende emoties die er eigenlijk voor zorgen en die brug vormen naar het veranderen, het transformeren in de persoon die die wens ontvangt, die die wens manifesteert en ziet in zijn fysieke wereld. En doorheen dat transformatieproces, en want in het begin, zeker nu op dat moment, gaan we nog niet allemaal onmiddellijk manifesteren. Sommige dingen wel, als er totaal niets van weerstand is, maar natuurlijk bij heel veel dingen twijfelen we nog, zijn we nog niet helemaal zeker, of zijn dingen zelfs niet, gewoon, niet goed voor ons en dan gaan we het uiteraard niet manifesteren. Maar als we daar nu niet van uitgaan dat het inderdaad iets is voor ons hoogste goed, dan gaan we het eigenlijk gaan saboteren. Omdat we eigenlijk niet de controle hebben over onze emoties. We laten ons veel te veel meeleiden, afleiden door meningen van anderen, door ambities van anderen. En we gaan onszelf veel te veel gaan vergelijken, waardoor dat je jezelf constant, ik ga niet zeggen minderwaardig maakt, maar eigenlijk jezelf ontkracht. Door het feit dat je jezelf gaat gaan vergelijken met iemand anders, ontkracht je jezelf en ontneem je eigenlijk jezelf de kans om te gaan stromen, om te gaan thriven, zoals ze in het Engels zeggen, om echt te gaan floreren op elk vlak in je leven, elk vlak dat jij kiest. En dus dat is eigenlijk de eerste stap. Dus zet je intentie. Kijk, dat is hetgeen. Bijvoorbeeld, ik wil een Porsche Carrera gaan manifesteren. Ik gebruik dat nu gewoon als voorbeeld. En dat kun je invullen zoals jij dat wilt. En dat je dan elke dag gewoon gaat gaan manifesteren en gaan focussen op en ik ben dankbaar voor dat, ik ben dankbaar voor dat, ik ben dankbaar voor dat, ik ben blij voor dat. En eigenlijk gewoon dus probeert zo vaak als mogelijk in een hoge emotie van dankbaarheid, liefde en plezier te gaan zitten. En te focussen op wat dat er je vervulling brengt. Net zoals ik in het begin ook gezegd heb. Je niet laat afleiden door drama van anderen, maar gewoon focussen op jezelf en waar je controle over hebt. En dat gaat ervoor zorgen dat weer codes gaan geactiveerd worden, maar die liggen ondersteboven. Codes, synchroniciteiten, coincidence, dus toevalligheden, en vibratie met positieve actie. Dus hoe meer dat je dat gaat gaan doen, ik ga ze zo houden, dan kan je het beter zien. Of ga ze, ja, nee, maar niet. Dus hoe meer dat jij daarop gaat gefocust, hoe meer dat jij positieve actie gaat gaan nemen, positieve gedachten, jouw emoties leert op een goede manier gaan gebruiken, gaan interpreteren, hoe dichter dat je iedere keer gaat komen bij jouw droom, bij het manifesteren van je droom. En daarin ga je dan eigenlijk ook iedere keer die synchroniciteiten zien. Ga je iedere keer in je omgeving de bevestigingen daarvan zien. Maar zie welke vlammen dat je daarvoor kan gebruiken. Om dat pad een beetje moeitelozer te maken. Want het hoeft helemaal niet lastig te zijn. Genade. Ja, oké. De eerste kaart die je kreeg was Mercy met Aardsengel Metatron. En Mercy is dus genade.
Er zijn hier verschillende dingen in. Dat gaat niet voor iedereen zijn. Maar er zijn een aantal mensen die in dit of in vorige levens dingen gedaan hebben. Waardoor dat ze eigenlijk zichzelf het niet gunnen om gelukkig te zijn. Het niet gunnen om rijk te zijn. Het niet gunnen om wat dan ook. En dus daarin is belangrijk dat je in eerste instantie jezelf vergeeft. En in tweede instantie iedereen die jou ooit schade heeft berokkend in jouw beleving. Of die je ooit het gevoel heeft gegeven van een slachtoffer te zijn, om ook die te vergeven. Niet om de daad op zich te vergeven, want op zich waren dat enkel maar levenslessen, zielslessen, maar wel om de toxische energie die er nog rondhangt, om die te gaan neutraliseren. Want dat ga je dichter brengen bij het eenheidsbewustzijn, en dat is bij de diamantenenergie. Je kan arts en gemeentehonden daarvoor aanroepen, en je kunt vragen om de vlam van genade. Laat die door jou heen stromen. Werk daar een paar keer mee, dus dat een paar keer. En dan ga je zien dat je emoties zachter worden. En dat het gaat gemakkelijker zijn om gefocust te blijven op de goede dingen. En dan hebben we ook nog aartsengel Uriel met friendship, dus met vriendschap. Verbind jou, omgeef jou, omring jou met mensen die jou helpen om het goede te zien in alle dingen die gebeuren. Omring je met mensen of volg mensen die al staan waar je wilt staan. En aartsengel Uriel is eigenlijk ook de aartsengel, dat is een vrouwelijkere energie, die ook verbonden is met het aardeteken. Dus dat is ook sowieso verbonden met jouw teken als stier. Dus ik ga ze nog eens tonen dat je de kleuren goed kan zien. Dat zijn de kleuren waar je eigenlijk mee kan werken als stier tot het einde van het jaar zeker en nog verder ook natuurlijk. Maar die je behulpzaam zullen zijn in het dichterbij brengen van je dromen. En dan hebben we, wat is het nog dat je meer gaat ervaren en gaat ontdekken? Dus de Discovery. Opnieuw de Ten of Pentacles. Dus er zijn heel wat dingen die gaan verschuiven. Die jou veel meer stabiliteit gaan brengen, mooie kansen. Maar het is aan jou om niet afgeleid en misleid te worden door de drama van anderen. Ja, want dat gaat jou succes brengen. Die floepte de kaart, floepte in één keer uit. Dat gaat jou succes brengen. Wat is er nog meer? Ja. Het is belangrijk dat je de Queen of Wands wordt, dus dat je de koningin van je eigen passie wordt. En dan is individueel succes, oh my god, echt waar. Er zijn drie kaarten uitgevallen, dus in de eerste instantie de Chariot, dus dat is een succeskaart. Dan is de Queen of Wands eruit gevallen, maar dat betekent dat hoe meer je die eenheid in jezelf aanbrengt en leert je mannelijke en vrouwelijke energie op een positieve manier gaan gebruiken in functie van je eigen vlam. Oh, dat was de bedoeling om zo te doen. Hoe meer, dus dat is het doel, hoe meer, dus dat jij dat leert op een goede manier mee om te gaan. En nu ligt hij nog ondersteboven, het is nog een leerling, zie. Hetzelfde teken, de Wands ook. Dat gaat je uiteindelijk dat individueel succes brengen. En dat gaat ervoor zorgen dat je sterker wordt. Dat je meer gaat gaan geloven in de kracht van je eigen energie. In de kracht van je eigen dromen. En dat je niet meer constant gaat laten afleiden door anderen, door wat er gebeurt in jouw realiteit. En dus niet meer laat afleiden door die gedachten. Weet je nou wat ik helemaal aan het begin gezegd heb? Wauw, mooi. Wat kunnen we nog extra aan advies meegeven aan onze lieve stieren? Weet dat dingen soms traag gaan, maar traag en gestaag zijn soms de beste dingen. Dus leer ook vertrouwen hebben, leer ook geduld hebben. En dan zal alles komen zoals dat moet komen. Wat hebben we hier nog? We hebben we Into Me I See. En dat is eigenlijk net hetzelfde als van ga naar binnen, gebruik je derde oog om dingen te ontvangen. Zie ook hoe mooi dat die ringen er rond zijn ook. Zie? Dat is eigenlijk een hele mooie kaart. En ook ter hoogte van haar hart is er dus ook die rode, hier dat rode dingen. Dat robijnrode is ook verbonden met overvloed.
Dat is ook een 8-kaart, ook overvloed trouwens. Dan hebben we Awaken Genius and the Power of Purpose. Dat is een 11 en een 9-kaart. Misschien dat er voor sommigen september belangrijk is, of datum 11, of 9 november, of 11 september. The Power of Purpose and Awakening Genius. En de boodschap dat ik hierbij hoor is dat eigenlijk het doel van wat je gaat ontdekken de komende 3 maanden is om te gaan leren en gaan zien waar dat eigenlijk jouw eigen kracht is. Dus de kracht van het doel van de kracht is eigenlijk ontdekken hoe genius, waar dat jouw energie zit, hoe krachtig dat jouw energie is. En om meer, want daar zie je ook weer die verbinding hier met de hogere zelf, ga echt. Als mijn dingen in een spiegelbeeld zouden zijn, eigenlijk. Zie je ook hoe dat die ook die boodschappen kreeg van bovenaf en ze ook ziet via haar derde oog. Net zoals hier, Into me, I see. En dan ga je, als je de weg vooruit niet weet, ga naar binnen, vraag. Raad aan jouw team, vraag leiding aan jouw team en dan ga je weten wat je eigenlijk mag doen. Dat is de boodschap. Maar hou altijd dit voor ogen. Altijd succes voor ogen. Dat is eigenlijk de enige realiteit dat je mag aanvaarden. En zolang dat er niet is, dan weet je dat je nog eigenlijk in het proces, dat proces eigenlijk nog bezig is. Dat jouw cake nog niet af is. Het zit nog in de oven. Dus haal het er niet te vroeg uit. Zo, dat was voor deze reading. Als je een persoonlijke reading wenst, dan kan je die natuurlijk reserveren via de website. Wil je met mij samenwerken, dan zijn er ook verschillende mogelijkheden. Dus dan kijk je gewoon naar de linkjes hieronder. Er staat nog heel wat op. Of ga je naar mijn website. Weet je niet goed wat dat het beste is voor jou op dit moment, stuur me een mailtje. En dan kijken we samen even wat dat precies is dat jij op dit moment nodig hebt. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je nog een fijne zondag en tot de volgende. Dag.